Goedendag, ik ben Mark de Kok, 47 jaar, 41 jaar actief in de duivensport. Vandaag gaan wij een presentatie doen van de duiven die op de veiling van Pipa komen. We gaan een aantal duiven expliciet een filmpje van maken om een selectie te geven. En we gaan ook een rondleiding geven over onze duivenfarm. Hier hebben we dan onze douche-installatie. Hier kunnen de duiven een bad nemen. Eventueel als ze niet zelf een bad willen nemen, doen we de douche al. En nadien kunnen ze dan ook onder de infrarood gaan, waar ze dan kunnen opdrogen en lekker de spieren kunnen opwarmen. Hier zitten we boven bij de weduwnaars. Dit gedeelte zitten alle oude en jaarlingen. De duivers en de vinnik speelt totaal weduwschap. En deze duiven die worden zowel vooraan als achteraan gespeeld op de hokken. Momenteel zitten hier drie boksen. Deze boksen die zijn momenteel bezet door kwekers, omdat ik van beneden te weinig plaats heb. Met de verkoop heb ik uit alles nog eens gekweekt. En deze duiven zitten hier, bijzondere duiven zitten hier, zoals Cancellara, Doramar, Bak 17. Die duiven zitten hier ook allemaal nu boven gekoppeld. Dit is Cancellara, dat is een ongelooflijke duif, een plezierige duif om je om te gaan. Dat is een rechtstreekse zoon van Egelaai, een van de eerste kinderen die ik heb gekweekt. Hier zitten we dan, als we een beetje verder lopen, bij de weduwnaars. Alle weduwnaars zijn gekoppeld nu, omdat ik nogal winterkweek doe. Eén ronde, dan gaan die terug gescheiden worden. En dan in april koppel ik die nog even opnieuw voor 5 dagen broeden. En dan start het seizoen. Hier zitten we dan aan de achterkant van de weduwnaars. Hier zit ook nog een box met kweekkoppels. Bijvoorbeeld de eerste Nationale Saint-Vincent zit hier. Die zoon van Avril, de witte, zit hier. Een goede kweker, waar dat Jos Tonnet zijn de vin, beste vliegde vin uitkomt van dit jaar, zit hier ook gekoppeld. Dus een extra kwekers nog altijd die boven zitten bij de weduwnaars. Hier zitten de jonge duiven, eerste ronde, tweede ronde, derde ronde, drie boksen van telkens een meer dan 100-tal jonge duiven. Dus drie rondes is rond de 300 jonge duiven per seizoen dat ik uitlaat en test. Dit zijn jonge duiven voor het nieuwe vluchtseizoen 2013. Wel is wellicht nog met de ringen al van 2012. Die ouders zijn gekoppeld 1 november. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde zoals ik gedaan heb met Leen, de eerste internationale naar Bonn winnares. Hier zitten we bij de kwekers, drie gezamenlijke kweekboxen waar de bijzonderste kwekers in zitten. Dat is onderaan de weduwnaars. Hier zitten we in speciale kweekboxen, dat is enkel voor een koppel apart. Hier zit een Dromer 72, mijn Dr. Nightflyer. Die zitten nu net in deze bak hier. Hier zitten we achteraan bij de kwekers, bij de voedsters. Hier worden de eieren van vooraan worden naar achter gebracht en opgebracht door voedsterkoppels, zodanig dat ik van de betere kwekers meer eieren kan verleggen en meer jongen kan kweken. Hier zit ook specimen tussen de voedsters. Deze duif kon ik spijtig genoeg niet meer verkopen, omdat hij niet meer bevrucht. Deze is een Olympiade duif en is hier terecht gekomen, maar kan hier zijn leven lang zijn rust vinden.
Hier hebben we camera's. We hebben 16 camera's voor ter beveiliging van diefstal. We hebben ook infrarood stralen voor de hokken, zowel beneden als boven, achterkant, voorkant. Het ganse terrein is eigenlijk bewaakt met camera's en infrarood stralen.